Schiphol heeft de ambitie om een van de duurzaamste luchthavens van de wereld te worden. Dit doen we door circulair te denken en te doen. Schiphol heeft vele voorbeelden van slimme kringloop. Initiatieven waarbij pionieren, innoveren en ondernemen leiden tot een win-win situatie. Goed voor de aarde en voor onze organisatie. Samen met Van der Landen realiseerden we de eerste circulaire bagageband ter wereld. De Blue Veyer is 99% recyclebaar en 60% energiezuiniger. En we winnen fosfaat uit afvalwater van vliegtuigen. De mestkorrels die hieruit ontstaan worden in 2016 voor het eerst uitgestrooid. Betonpuin dat vrijkomt bij werkzaamheden hergebruiken wij. De fundering van rijbaan Sierra en het platform rond de zeepier bestaan bijvoorbeeld uit gerecycled beton. In Lounge 2 passen we een nieuw businessmodel toe. Light as a service. Schiphol betaalt voor de lichtprestatie, terwijl onze partners Philips en Kofely eigenaar blijven van de zuinige lampen en armaturen die zij na gebruik weer recyclen. We telen rond de luchthaven vogelwerend vlas en maken er lijnolie van. Verffabriek Rigo produceert hier natuurverf van die wij weer gebruiken op Schiphol. Vlas en olifantengras van lokale boeren zijn de grondstof voor bio-based straatmeubilair. De eerste twee designbanken staan op Schiphol Plaza. Schiphol zet kleine en grote stappen naar een circulaire toekomst. Een toekomst waarin we streven naar een nieuwe pier en terminal die circulair is ontworpen en gebouwd. En een toekomst met zero waste in 2030.